Welkom bij de video van lokaalvindbaar.nl. In deze video ga ik u laten zien hoe u een RSS-feed kan invoeren door middel van de plugin WPE Matico. Waarvoor wil ik een RSS-feed invoeren in mijn WordPress-blog? Dat zal ik u uitleggen. Wat verkoop ik precies op deze webshop of bied ik aan? Ik zit nu op mijn webshop. Dat is drone-huren.nl. Dan bied ik drones aan, zowel voor de verhuur als ik ook drones verkoop op mijn webshop. Ik kopieer even het woord. Dan kan ik u de webshop even snel laten zien. Dan heeft u ook een idee. Je ziet hier de webshop. Kijk, hier staan alle producten. Maar wat ik eigenlijk wil, is dat ze mij bellen op mijn telefoonnummer. Dat ziet u ook hier staan. En op het moment dat ze mijn telefoonnummer bellen, dan kunnen ze dus een drone huren. Ik krijg hier heel veel leads voor aanvragen. Per dag wordt meerdere keren per dag wordt er gebeld. Ze kunnen ook een offerte aanvragen. Dan kunnen ze hier alle informatie kunnen ze opvragen. Maar ja, waarom wil ik nu die RSS feed precies invullen? Dat zal ik u uitleggen. Dit blok is natuurlijk ook verbonden met social media. En dan moet u denken aan Facebook, aan Twitter, aan LinkedIn. Hij is dus gekoppeld aan meerdere social media kanalen. En op het moment dat ik dus die plugin installeer, kan ik een feed opgeven. Dus een RSS feed kan ik opgeven. Dat zal ik u zo laten zien. En die RSS feed, die door middel van de plugin die ik ga installeren, wordt dus elk artikel die er op die andere website wordt geplaatst, wordt dan automatisch ook op mijn webshop geplaatst. En op het moment dat het wordt geplaatst, wordt het gedeeld met social media. Dus wat ik nu eigenlijk ga doen, ik zorg dat er dus continu berichten worden geplaatst of foto's, video's over drones op verschillende social media kanalen. Zodat er altijd informatie, dus elk uur zal er dan informatie worden geplaatst op social media. Zodat mijn bereik van mijn webshop groter wordt. Dus bijvoorbeeld op Facebook zien ze dan een foto van een drone of een video. En mogelijk krijg ik dan meer likes op Facebook. Ik breng mijn website onder attentie. Dus bij wijze van spreken kunnen ze dan ook naar mijn webshop surfen, om maar een voorbeeld te geven. Wat we moeten doen, we moeten naar plugins gaan in het dashboard van WordPress. En dan gaan we dus gewoon een nieuwe plugin installeren. Ik zal u zo allemaal laten zien hoe dat precies in zijn werk gaat. En dan ga ik ook nog even verder in waarom ik die RSS feed dus precies installeer. Dit wou ik trouwens al een tijdje doen, dus ik ben blij dat ik er nu aan toe kom. Je hebt trouwens meerdere RSS feeds of plugins. Maar ik heb gewoon een hele goede ervaring met WPE Matico. Het is gewoon een gratis plugin die u gewoon gratis kunt downloaden vanuit WordPress. Dus ik zeg nu installeren. Moet ik zo direct alleen nog even zoeken dat ik de feed heb, want het staat weer behoorlijk veel open. Ik ben met meerdere dingen tegelijk bezig. Ik ben ook aan het uploaden van producten in één webshop. Dus we installeren de plugin. En ik zal u ook laten zien waarom het zo mooi is. En waarom ik deze WPE Matico plugin gebruik voor een RSS feed. Even kijken, is hij geïnstalleerd? Hij is geïnstalleerd. Dan kan ik bijvoorbeeld naar de settings gaan. Dat ziet u hier allemaal staan, de settings. Ze hebben hem trouwens flink uitgebreid, zie ik staan. Even kijken. Ze hebben hem helemaal. Dit is de Pro-versie. Ze hebben hem enigszins toch aangepast. Ik ben er alweer een tijdje, ben ik er niet. Of heb ik ermee gewerkt? En ze updaten natuurlijk ook de plugin. Hier kan ik zo direct nog even naar kijken. Maar waar het nu eigenlijk om gaat. We willen natuurlijk een campagne invoeren. Dus we zeggen add new. Ik kom er zo trouwens. Ik zei al, ik kom er zo op terug. Dan ga ik u precies laten zien. Kijk.
Ik zeg gewoon Annie, want ik wil dat hij gewoon flink gaat posten. Ja, hier kom ik zo nog even op terug. Dit voer ik even in. Maar we gaan hem gewoon eerst even een naam geven. Ik moet er zelf ook even goed voor gaan zitten. Wat ik zeg, het is alweer een tijdje geleden. Maar ik denk, ik maak gewoon deze video zodat u kan zien hoe dat precies in zijn werk gaat. Dus ik zeg gewoon feed, drone. Ja, nu moet ik dus de feed hebben. Dus even kijken waar ik de feed heb. Kijk, ik wil hem dus van drones.nl wil ik de feed halen. Ja, ik heb deze web. Ik was gisteren even aan het zoeken. En dan vond ik deze website. En ja, kijk, u ziet, ze hebben allemaal hele mooie plaatjes van drones. Ja, ze krijgen op vreemd genoeg geen reacties. Maar ja, er wordt wel veel geliked op Facebook. Kijken of ik dat kan laten zien toevallig. Ze hebben veel attentie, krijgen ze even goed elke post die wordt gedaan. Kijk, er zitten ook helemaal geen links in die verwijzen. Kijk, behalve hier, maar dat kan ik gewoon weglaten. Want dan kan de links kan ik verwijderen. Dat alleen, kijk, 100 shares, 193 shares. 4 tweets. Eentje op Google Plus. En Pinterest heeft niets. Waarschijnlijk wordt die gewoon niet geshared op Pinterest. Vandaar dat er ook niet staat. Of is hij niet verbonden met Pinterest. Nou, er zijn geen reacties. Nou, dat is gewoon een schitterende mooie post die hij doet. Ja, kijk, hij heeft al 10.000 fans heeft hij al kunnen bereiken. Dus dit is gewoon ideaal. En ja, wat ik heb gedaan is op dronehuren website heb ik al mijn keywords. Heb ik, hoe kan je dat zeggen, gelinkt. Dus op het moment dat het keyword voorkomt in die tekst. Dan zal hij ook doorlinken naar een van mijn pagina's op mijn website. Waar ik bijvoorbeeld de drones aanbied. Dus we moeten gewoon eigenlijk nu zeggen dat we de feed willen hebben. Ik hoop dat u dit allemaal interessant vindt. Dat u er wat aan heeft. Nou, we hebben nu de feed. Ja, en wat ik al zei. Iedere keer als deze website een post gaat plaatsen. Dan ja, wordt die informatie ook op mijn webshop gedeeld. Of in ieder geval op social media. Dan ga ik ook, ja, ik ga ook net iets de tekst aanpassen, de title aanpassen, de link aanpassen. Ik ga de auteur ga ik eruit halen, zodat mijn, ja, de post die wordt geplaatst op social media gewoon weer origineel is. Ja, dat ik gewoon een originele post heb. Dus dat zal niet precies de post zijn die hier staat. Dat wordt net iets anders. Waardoor ik gewoon weer een originele tekst heb. Dus ja, geen duplicate content heb om maar een voorbeeld te geven. Oké, okay. Terug naar mijn drone website. Als het goed is, als ik nu even zo doe. En wat zegt hij? Je must even kijken of hij goedgekeurd is. Feed URL. Wacht even kijken wat hij zegt. You must type at least one feed URL. Less feeds. Oké. Okay. Nee. Zo kan ik hem controleren. Ik moet er weer even inkomen. Neemt het me niet kwalijk. Hier hoef ik in feite helemaal niets in te vullen. Ja, ik vind dat wel makkelijk als hij auto-categories aanmaakt. Dan maakt hij dus gewoon categories aan die hij op mijn website plaatst. Zodat ik meer categorieën heb. Dus dat kan van alles kan het zijn. Laten we eens verder gaan. Ja, ik loop er gewoon rustig doorheen. Dan kunt u alles gewoon goed volgen. Ik moet er zelf ook weer even inkomen. Het is weer een tijdje geleden dat ik dit heb gedaan. Zoals ik al zei, even kijken. Wat zegt hij? Use the original date from the post instead of the time that posted is created by WP Matico. Nou, dat wil ik dus niet. Even kijken. Als ik dat aanklik. Nou, ik wil ook niet dat die link naar source, dus ik doe deze, doe ik gewoon allemaal, wordt het dus een originele data, wordt het. Ik wil niet dat die link naar de originele source, dus laat ik het zo zeggen,
Post links to source. Wacht even kijken. This option make the title permalinks to original URL. The future will ignore if activated custom fields and settings. Oké. Ja, dat houdt dus eigenlijk in. Dan zou ik het dus origineel houden. En dan zou die link dus eigenlijk gaan niet naar mijn website. Maar die zal gaan naar de website van degene waar ik de feed van heb. Dus in dit geval zal dat gaan naar drones.nl. Wat dus niet mijn website is. Maar waar ik wel het nieuws van drones van af wil halen. Zodat het wordt geplaatst op mijn social media kanaal. Mochten er dus links in zitten. Dus in een van deze posts. Laten we nog eens kijken. Ik moet toegeven dat deze heel weinig links gebruikt. Dat is heel voordelig voor mij. Ja, er zijn dus helemaal geen links. Je ziet het. Of geen interne links ook. Leave just the text. Ja, ik wil alleen maar de tekst wil ik hebben. Nou, ik hoef geen pingbacks of trackbacks. Discussie mag open. Ja, dat mag, want ze mogen gewoon commentaar geven op de post die ik plaats. Dus dat heeft waarschijnlijk drones.nl heeft dat waarschijnlijk uitgeschakeld. Vandaar dat er ook bij geen enkele post commentaar is gegeven, wel veel likes. Oké, we gaan verder. Ja, we zeggen dan op het moment dat er een post wordt geplaatst, mag je dat gewoon meteen plaatsen. Hoeft niet om het. Dus ja, ik heb geen schedule of iets dergelijks. Oké. All images found image tags will be updated to your current WP upload folder. Added to WordPress Media, replaced URLs in content, otherwise remains links to the source. Host server. Nou, deze mogen gewoon allemaal lekker niet bij mij gehost worden, maar die mogen gewoon gehost worden bij waar ze dus eigenlijk staan. Dus drones.nl. Kijk, de auto mag eruit. De autolink mag eruit. De permalinks mogen eruit. De feed URL. Ja. Ik denk dat die zo helemaal goed is. Even kijken. Ja, dat kunnen we zo even uit gaan proberen. Dan doen we een run. Dus wat hebben we nu? We hebben de content. We hebben de title. We hebben een image. We hebben een feed title. Een feed description. Een feed logo. Een campagne title. En een campagne ID. Nou, volgens mij mag het ID mag er ook uit. Zo. Die moeten we gewoon aanklikken, zodat hij. Even kijken, allowed tags. Oké. Ja, zo zou hij dus in mijn media folder terechtkomen, maar dan loopt hij flink vol, zeg maar. Want iedere keer als er een post wordt gedaan, dan komt het natuurlijk op mijn server te staan. Neemt ruimte in beslag, dus de images mogen wel gewoon geüpload worden van drones.nl. Dan gebruik ik mooi hun server, hun webruimte. Add categories from the source post original. Dit zijn de tags. Kijk, dus zal ik nu bijvoorbeeld kunnen noemen drone nieuws. Ja, dus elke post die wordt gedaan, die komt nu onder drone nieuws. Nou, dat vind ik op zich een goed woord. Zit drone ook in van mijn website. Oké, even kijken. Ja, we moeten hem gewoon opslaan. Publiceren. En dan kunnen we zo een run gaan doen. Uh,
Ja, alleen het nadeel is als we nu een run, dat is even kijken, 5 maximaal uit, creëert het dan iets vets. Dus hij gaat nu 5 posts gaat hij creëren. Dus laten we gewoon eens run doen. Dus we doen nu run. Nu gaat hij eigenlijk gewoon de post maken. Ik hoop niet dat het allemaal te ingewikkeld is voor u. Anders kunt u gewoon altijd terug in de video. Wat ik u dus laat zien is het uploaden van een RSS feed. Die komt niet van mijn eigen website. Maar die komt dus van een andere website. Drones.nl. En Drones.nl die heb ik gisteren ontdekt. Was ik even aan het zoeken. Ja, die hebben dus allemaal mooie, zeg maar, post gemaakt. Dat ziet u hier. Met foto's, alles erop en eraan. En ik haal dus eigenlijk gewoon het nieuws van deze website af. Die worden dus gewoon geüpload op mijn website als nieuws en worden gedeeld met social media. Dus bijvoorbeeld Facebook, Google+, om maar een voorbeeld te geven. Ik weet niet of hij al uitgerund is. Ik denk het. Maar dat zullen we zo kunnen zien, want dan gaan we naar alle berichten. Of naar Alcohol Paints. Ik denk dat die klaar is, dus laten we even kijken. Ja, hij heeft dus 5 posts heeft hij gepubliceerd. Dus laten we even naar het WordPress blok gaan, waar de posts staan, berichten. Posts zijn berichten. Even kijken. Oh. Ja, dan zie ik dus dat hij nog verwijst, denk ik. Dat moeten we dus niet hebben. Even kijken. Maar wat hebben we nu? Ja, dat is allemaal netjes op mijn blog geplaatst. Even kijken naar het bericht. Oh, dan komt u dus bij drones terecht. Iets zit nog niet helemaal goed. Want het moet niet. Hij moet gewoon natuurlijk. Ze moeten blijven op mijn website. Dat ze hier de informatie gaan lezen. Zo, er zijn heel wat categorieën die hij heeft staan. Kijken of die ook zijn toegevoegd aan mijn website. Nee. Nee. We gaan even terug, want we moeten een aantal zaken moeten we nog aanpassen om te zorgen dat hij niet gaat verwijzen naar die website van drones.nl. Dank u wel, meneer drones.nl. Even kijken. Dus we zitten hier. We moeten eigenlijk even naar alle campagnes en dan moeten we bewerken. Even kijken, use feed item, post links to source. Dus deze moet schijnbaar toch gewoon uit. En deze moet ook uit. Dat heeft hij eigenlijk al standaard dus gedaan. Dus in plaats dat ik ze aan moest klikken, moet ik ze niet aanklikken. Maar hier kan ik gewoon de active schedule, maar dat staat allemaal op... Ja, dat hij gewoon elke post die drones.nl doet, dat wordt meteen op mijn Facebookpagina geplaatst. Zodat ik meer attentie krijg naar mijn drone-website. Dit lijkt me gewoon helemaal correct. Even kijken. Content, title, image, feed, title, feed, description, feed, logo, campagne, title. Ja, er moeten geen permalinks zijn. Dus het lijkt me nu gewoon helemaal correct. De autolink moet er natuurlijk ook uit, want die wil ik ook niet hebben. Want anders zegt hij, als diegene namelijk gezegd, ik ben Jan Smit. Dan zal hij ook verwijzen naar de auteur Jan Smit.
Dus dan verwijst die ook weer door naar een andere website. En ik wil dat ze op mijn website komen en blijven. Bijwerken. Ja, nu ga ik gewoon even heel simpel terug naar mijn berichten. Want dan ga ik eerst even mijn berichten ga ik deleten die ik had, waar ik niet tevreden over ben. Die dus nog verwijzen naar drones.nl. Ja, in feite. Ja, ik ga deze gewoon even deleten. En dan gaan we opnieuw een run doen. Gewoon om even te testen. Of het nu goed is. Ja, het heeft gewoon een paar tests nodig. En dan zal het allemaal gewoon smooth verlopen. Dus gewoon snel verlopen en goed. In de prullenbak. In de prullenbak. Oké, nou dan kunnen we opnieuw een run doen. Zo noem ik het maar even. Run selected campaigns. Oh, ik heb niks geselecteerd. Dus dat werkt dan natuurlijk niet. Zo. Nee, ik denk dat hij nu 0 post heeft geplaatst. Oh nee, hij heeft er 5 gepubliceerd. Dus we gaan weer naar berichten. Nee, hij heeft nog niets gepubliceerd. Dan gaan we even naar All Campaigns. Dan gaan we toch maar even zeggen bewerken. Ja, de feed staat hier nog in. Dus hij gaat iedere keer 5 gaat hij de vetsen. Run now. Als het goed is, heeft hij het nu al gedaan, denk ik in ieder geval. Nee. Ja, dat komt omdat hij er maar 5 doet. En hij heeft natuurlijk al 5 gerund. Dus we kunnen nu zeggen dat hij de 10 moet runnen. Oh nee, 5 post gemaakt. Laten we eens kijken. 5 berichten. Maar die hebben we net gedelete. Die zit in de prullenbak. Dus die gaan we even definitief verwijderen. Dan kunnen we opnieuw een run doen. Zo. Zo, nu zijn we weer leeg. Weer even terug naar WPE Matico. Zeg ik dat ik nu 10 posts ga updaten. Zo. Zeg ik weer bijwerken. Run now. Ik ben benieuwd. Alles is gewoon een beetje uitproberen. Ja, je moet gewoon veel de tijd nemen om een leuk WordPress blok te bouwen met bijvoorbeeld een RSS feed. Ja, je hoeft dat maar 1 keer goed in te stellen. En ja, dan kan het gewoon jarenlang kan die Facebook voorzien of Google Plus, Pinterest voorzien van ja, nieuws over drones. Zo moet u het in feite zien. Dus het lijkt heel veel werk, maar het is eenmalig. En we laten hem gewoon even runnen. En dan gaan we zo weer kijken of er nu 10 posts zijn geplaatst met foto's die op mijn blog blijven. En dat is mijn blog drone-huren.nl. En de informatie of het nieuws, dat halen we dus van drones.nl. Ik ga even terug.
het duurt even. Maar ik laat hem gewoon even uitrunnen, dat lijkt me gewoon het beste. Je moet nooit tussentijds natuurlijk gaan klikken. Ja, dat ziet eruit of hij nu het heeft verwerkt. Ik denk, ja, volgens mij heeft hij het nu verwerkt. Dus dan zouden we nu in feite weer of 5 of 10 posts moeten hebben. Dus even kijken. Hij heeft 10 posts heeft hij geplaatst. Kijk. Er zit nog een. Ja, alleen het is wel minder. Hij heeft nu wel de foto heeft hij, geplaatst, maar. Ja, het filmpje schijnbaar niet. Dus laten we eens even gaan naar de volgende post. En er zit nog een link in. Ja, wat we in feite niet willen, want die links verwijzen natuurlijk niet naar mij, maar die verwijzen dus naar een andere website. En ik wil niet dat het verwijst naar een andere website, maar ik wil dat ze gewoon blijven op mijn website. Dat ze hier de informatie natuurlijk gaan lezen. Want als ze naar een andere website gaan, dan gaan ze daar misschien wat bestellen. Dat is niet wat ik wil. Bericht bekijken. Ja, het is wel een schitterend mooie post, je ziet het. Alles staat erbij. Dus we moeten die links, want je ziet het, die links die verwijzen nog naar naar drones.nl. Dus die links die moeten er gewoon uit, want ze moeten gewoon blijven op mijn website. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ja, dus we gaan bewerken. Even kijken, het zal hierin zitten. Content files, image, feed title, feed description, feed logo. En dan mag campagne title mag er al wel uit. Ja, ik denk dat die zo helemaal correct is. Zo. Ja, this, kijk, dat zie je hier ook staan. This option takes out the clickable links from content, leaving just the text. Ja, ik denk dat die zo correct is. Dus we gaan bijwerken. En we doen die run nog een keer. Hoop werk. Maar dit is dus wat ik ook zelf altijd moet doen. Dus we wachten af wat nu het effect is. En dan ga ik ondertussen even naar Facebook. Even kijken of ik mijn drone website zie staan. Moment. Het kan zijn dat ik er overheen kijk, maar ergens moet mijn drone er ook staan. Dan kan ik gewoon even op pages drukken, krijg ik een beter overzicht. We zouden natuurlijk denken dat het ergens bovenaan staat. Het staat niet allemaal op alfabetische volgorde, dus vandaar. Thank you.
het zijn alle pages die ik heb, dus vandaar dat ik even goed moet kijken. Drone huren. Kijk. U ziet het. Ja, nu wordt mijn kanaal dus op YouTube, mijn page, mijn bedrijfspagina. Ja, die wordt gewoon continu voorzien van informatie. En je ziet hier zelfs een link staan. Droneuren. Dus deze verwijst gewoon schitterend mooi naar mijn website. U ziet het. Kan je zelfs een reactie plaatsen. Mensen kunnen het liken. Er staat netjes een foto bij. Ja, u ziet het. Het ziet er gewoon perfect uit. Dit is schitterend. Ja hoor. Er is weer een drone opgedoken bij een voetbalwedstrijd. Ja, en nu zitten er dus, kijk, hier zitten nog die links. Dus die links die moeten we eruit hebben. Want het moet gewoon niet linken naar een andere website. Ja. Dus ja, geef me nog even een momentje. We gaan even terug. Ik zeg bijwerken. En dan durf ik niet te zeggen of hij dat nu heeft gedaan, want ja, de posts zijn natuurlijk al geplaatst. We gaan het even uitproberen. We willen even het bericht bekijken. Nou, en er zijn geen links meer. Ja, nou, schitterend. Kijk, u ziet het. Ja, nu zijn dus alle links die zijn eruit. Die verwijzen naar een andere website waar ik het nieuws vandaan haal. En ja, eigenlijk wordt nu gewoon origineel, wordt er dus gewoon een nieuwsbericht geplaatst op mijn website, dronehuren.nl. Ja, er worden categorieën worden er toegevoegd. Ja, dit is gewoon precies wat ik wil. En u ziet dat op deze manier, ja, wordt mijn pagina, dronehuren, ja, wordt dus continu voorzien van nieuwe informatie met betrekking tot drones. Dus dan kunnen bijvoorbeeld, ja, als u dit interessant vindt, wat doet u dan? Dan klikt u natuurlijk op droneshuren.nl. Ik zal het even laten zien. Zo. En dan zal ik hier nog drones of drones van kunnen maken met een S. Anders heb ik het misschien, ja, heb ik misschien dubbel. Dus ik ga er nog even naartoe. En dan doe ik daar in plaats van drones, doe ik drones. Dus met een S erachter. Alcopains. Dan kunnen we die feed weer editen. Bewerken. Kijk. Ik wil dus in plaats van drone nieuws. Wil ik. Drones. Drones nieuws. Ja, dan wordt hij dus nu toegevoegd. Of dat zou hij in ieder geval moeten doen. En daar is hij. Dus ik wil dat ze allemaal komen. Als er nieuws wordt geplaatst, moet het onder drone nieuws komen. Ja, dus dan heb ik net een ander woord dan drone. Want drone heb ik natuurlijk al een keer hier staan in het woord droneuren in mijn domein. Dus dan heb ik nu ook het keyword drones. En ja, wat plaats ik? Ik plaats nieuws. Ja, dus ik hoop dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd over de mogelijkheden van een RSS feed. Dus eigenlijk haalt u nieuws van een andere website
Dus in dit geval haal ik het nieuws van drones.nl. En op het moment dat drones.nl een nieuw item plaatst of een nieuw page of post maakt, dan wordt het nieuws automatisch op mijn website geplaatst. En van mijn website wordt het weer op Facebook geplaatst, op Google+. Dus eigenlijk op alle social media kanalen waar ik op aangesloten ben. Ja, dit was Mark Kooijman voor lokaalvindbaar.nl. Dank u wel.